can tell you. Shareholders are very happy. That part of. Goedendag, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Natural Dream Journal. Het is episode 5 en vandaag weer aardig wat informatie over onze nationale selectie. De wedstrijd is afgewerkt in Aruba, maar voordat we naar die mooie beelden gaan kijken, hebben we heel veel nieuws. Welkom terug. De Natural Dream Journal, powered by Telesuur en Heineken 0.0. En Likvai Sabi, Serenang, Nakaroko, vaarlijk mooi. En we laten u wat sfeerbeelden zien. Er zijn een aantal Serenamangs daar geweest om Natural te poweren. Niet alleen van Suriname uit, maar ook toen was Serenamang bij de in-states. En voedrapen uit de Go Power Natural. En we laten u een bekende Surinamer zien. En zij had één woordje richten naar Nacho. Doe het. Oké, ja, sta. Uno max flow. Trena gore. Zet die basis. Alla maradi de bone tambo. One hour mission. Un completa mission. Seriusu. Ano comedy show. We sort team. We sort contra Korea. Di fu. We need a Joe. Joe. Nacho. Nacho. We are baby in Nacho. 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 Madam Bad. Psycho. Oui. Me a baby in Nacho. The boy do the best. And when she talk, I go. Support the boy so neat. Why so? Why so? Nacho. Mission big up. We see for heavy. The boy na give up. She palba handle. For them boy na kitty kitta. Ka yo denki na bro. Ike stand there. Kwa nga aanval. Aanval. Ben na mickey's heart aanval. A boys come a bal moi hard. Oh, what a save by Koinar. Nacho. Nacho. We a baby in Nacho. Wow. Nacho. Nacho. We a baby in Nacho. 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 We are baby in Nacho. 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 We are baby in Nacho. The links are not expect na virus. The demiti and a crony don't give fair a bite con values. If you tell him the boy a baby, see man, my jama sick of the demiti and a missy young. I'm a fairy in a very abaca ghost and book nepte colisi can balico clariu. Ino malom such on alloy. Like family like fufo, I'm like biggie boy. We bow up for us to want to nap half. We want a felt break. That's on ego cats. Tapa me the felt in no malon doar. Your box and a tang. De wedstrijd gaat beginnen. We zijn allemaal verwachtingsvol, maar we zijn zeker. Serenang Mini, Nacho, doen jullie je best. We zijn hier op het podium en Serenang kijken jullie. We kraken Serenang Mini. Al voordat we wat Serenamangs hadden in het stadion, hadden we ook een aantal Serenamangs hier. Ja, sabe, don wakta play en de man bij de ready. Waf de man bij de opa. Maar aan de zomaar, we met je opa. Opa bij ab deskundig naar een top advies gedien. En ik denk dat kan je dat beleven, want bijdrage ook toe. Dat unak Aruba. Hallo. Dien. Pavie met opa. Misdang hij padja. Hij bevlek wat blad. Agersa en een bondscoach. Heren, hoe gaat het daar? Oh, oké, waar ben je? Baka! Heren, die jen, hallo. Wat voor contract heb je? Eén contract? Oké. Maar heren, hoe was de voorbereiding? Boom! Goed zo. Wat voor weer heb je daar in Amerika? Ezel, hagel. Sneeuw of gewoon winter. Hey, no love me. Jere no jongen. Tegen de jongens dappen. We duimen voor ze hier.
We krijgen. Ja. Om niet denken aan play ook. Want die mini. 4-0. Oké. Boom. Succes. Hey. Oké. Hey, doei. Jeere. Aruba. We vernietigen dat ding. En ik moet die brengen tegen. Kijk. Het is zand versus steen. Want Aruba is zo stom. Niks negro dappe. Hier is vruchtbaar tegenover onvruchtbaar. Zeg nou wie zijn poti en gro. Jeere. Nou, een man kon praten van stoon jouw jaar tegen. Dat stoon gro kon bieden. Dat uiteka stoon dat go poti nase. En dat dekar Aruba. Dus we winnen de hoeri. Want de na vitamine, maar de jongens voelen op vitamine. Sernang. Sernang. Klaar daar. Qatar. Sherry Josephson en Biseswar die waren in de eerste wedstrijd tegen de Cayman Islands. De man op de Sherry Nanga Josephson begon rechtstreeks naar States. En die kon gebruik van ze maken. Maar Koluku opstellen even voor Swogon naar Aplei. Koluku opstelling zal Dien bepotie. Nou, na een zware, vermoeiende reis zijn we uiteindelijk aangekomen dag van de wedstrijd. We hebben net gegeten en de samenstelling van het team heb ik al gemaakt en ziet er als volgt uit. Warner Haan, keeper. Rechtsback, Damir Dankelui. In het centrum heb je Abinna samen met Ryan Donk, onze captain. Linksback, Shaquille Pinas. Op het middenveld, Kelvin Leerdam, Diego Biseswar en Charon Sherry. Vanaf links naar rechts de drie spitsen, Nigel Hasselbank, Cleofilio Fleiter en onze grote vriend Florian Josephson. Hoe ik gisteren naar de training heb gekeken, verwacht ik toch wel spektakel. En laten we hopen dat die jongens het op veld vandaag kunnen laten zien. En ik vijf bij Dien hoopte op een waar spektakel. Koluku Samsai in a play. Smooth little touch there. Well worked through the midfield between Leerdam and Biseswar. And then the goal by Nigel Hasselbank. Fantastic connection in tight quarters there between Biseswar, Leerdam and Hasselbank. Look at this pass there by Biseswar. And then to Leerdam. And Hasselbank finishes like his uncle used to. You can hear the bench of Aruba saying, watch out for Ryan Donk. You know how lethal he can be with his head. It's going to be a goal for Suriname. But by all indications, yep, they gave the goal to Ryan Donk. Actually, looks more like an own goal of Francois Boyce. The right side, Yusufsun. For Vleiter. The Black Hill flick. The shot! Hasselbank, it falls for Nigel Hasselbank, and he has a brace. 3-0 for Suriname. Yusufsun, this ball filters through. There's a touch there. Through the middle. It is 3-0 for Suriname. Speaking of danger, Biseswar inside! Goal! Hasselbank finally gets his hat trick to make it 4-0 for Suriname. Biseswar down that left side with plenty of space. And Hasselbank, and he slides in for maybe the easiest goal he has scored today. Diego Biseswar with the assist. 4-0 for Suriname. As they continue to dominate here at the IMG Academy in Bradenton, Florida. Ron Cherry. Left-footed service. It's going to fall. They turn the shot and it goes in. And Florian Josephson picks up his goal to make it 5-0 for Suriname in the 70th minute. Well, give credit to Mayenti Abena for winning the header. And then it falls for Josephson. 5-0 at this point.
There's a turn to shot. Oh! A spectacular golazo from long range. And it's Miguel Darsen that puts it over the line into the back of the net for Suriname's sixth goal. A rocket shot. Great technique to keep the shot down. Abdul got a touch onto it. Miguel Darsen. And ladies and gentlemen, that will do it. From the IMG Academy, a dominant performance from start to finish, from the opening whistle to the final whistle. Gefeliciteerd, Dean. Hoe heb je kunnen voorbereiden? Met Joseph zo erbij, Sherry en Biseswar. Nou, eigenlijk dezelfde manier als we die andere jongens hebben voorbereid. We hebben een uur met ze kunnen trainen. Is niet veel, maar we hebben het beste eruit gehaald. En uiteindelijk moet je het doen met een korte periode. Hoe voelt het aan om van Stanley Mensen te winnen? En wat zei hij tegen jou of jij tegen hem na de wedstrijd? Ik heb niet echt het gevoel dat ik tegen Stanley Mensen speelde. We speelden tegen Aruba. Dat is voor mij belangrijk. We hebben even gesproken over de teams van elkaar en de doelstellingen. Zijn doelstellingen is niet het WK halen of de eindronde halen. Bij ons is dat wel. Maar het was meer succeswensen en gefelicitaties gewoon. Heb je na deze twee wedstrijden de balans al gevonden of moet je nog sleutelen? Zo ja, waar moet je hard aan werken? Nou ja, kijk, het balans ga je niet zomaar 1, 2, 3 vinden. En het sleutelen blijf je ook natuurlijk doen. Dus ik denk dat het een ongoing proces is. We zijn nu, we hebben 2 dagen precies kunnen trainen, 2 uurtjes. En 2 wedstrijden gespeeld. We moeten ons nu focussen op die 2 wedstrijden in juni. En hopelijk het trainingskamp voordat we de wedstrijd weer gaan. Dus er wordt nog aan gesleuteld. Ik moet me even verontschuldigen voor het geluid. Maar ben je tevreden met het geleverde spel? Als je gaat kijken naar de tijd die we elkaar hebben doorgebracht, kunnen we zeker niet ontevreden zijn. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Alleen een score, alleen nog. Hè. De bal moet in het net komen. Dat makkelijk dubbele cijfers kunnen zijn. En Lek Faisabi, er zijn een aantal Surinamangs in het buitenland, waaronder Nederland. Bij ook toe een boom biggie groep, De Bacanacho en one of them dat naar Frans Pinas voor Radio Stanvast. Ook dat naar dat ook toe, van Asfer dat ze doen, of dat Frans bij Pleja, bij Kip ook toe, Giro Abinut. En Kip ook toe in Nacho Jeugd. En ook samen vies of Atoris doen. Padema Eshi Asa van Nacho en Libi naar Tata Kondre. Ai, Ashin, dankjewel. Hoe is het daar? Goed. Nou, wat moet ik zeggen? Het was voor mij een soort onbeschrijfelijk gevoel, hè? Wat je dan voelt om als Surinamers Nacho te zien opkomen op het veld. Ja, dat zien we niet zo snel. We zijn opgegroeid met, als je Suriname woont, dan Brazilië. Als je in Nederland woont, dan Oranje. Weet je, dus we hadden bijna nooit eigen team. Dus nu is dat het moment. Waarschijnlijk is het een team dat heel veel gaat reiken. Dat gaat komen, dat die kans is groot. Want ik vind dat zij jongens hebben die ook in Jong Oranje naam gemaakt hebben. Goede spelers. En het vervulde mij met trots. Om Nacho te zien opkomen op het veld. Dat is heel mooi. Je voelt je trots als Surinamer. En ja, dat is gewoon is onbeschrijfelijk. Iedereen vond het leuk. Er wordt hier veel onderling geappt of gemaild of wat dan ook. Van hey, hoe laat begint die wedstrijd van Nacho? Is er een link? Waar kan ik die wedstrijd zien? Al die dingen kwamen voorbij. Dus, ja, ik heb zelf gevoetbald. Ja, ik heb jarenlang voor Robin Hood gespeeld. Ik ben eerst begonnen bij een club. Ik dacht Lions, Platour. Later naar Santos, Keizerstraat. En toen ben ik geschoold door Robin Hood. Ik heb 4, 5 jaar voor Robin Hood gespeeld in de hoofdklasse Suriname. Ik heb Olympische selectie gehaald. Ik ben een paar keren meegeweest met de nationale selectie als tweede keeper. En het was een goede tijd en ik kan ervan praten omdat ik juist in die periode
zag ik hoe goed Suriname toen al was. Wij waren goed, waren beter dan Trinidad, Jamaica, Guyana, Grenada, Panama. Weet je, dat zijn landen die later op WK zijn komen te verschijnen. Denk je, ja, waar is het misgegaan in Suriname? Ik denk, Suriname heeft ergens de slag gemist. En we zijn nu bezig met dat inhaalslag. Want vroeger, in mijn tijd, dan was het alleen moeilijk als wij naar Midden-Amerika moeten. Dus die landen in Midden-Amerika, Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Amerika. Daar waren die landen, dan had je het moeilijk. Maar heel CONCACAF, dat was van ons, man. De Trinidad en zo telden wij niet. Maar Soca Boys zijn op WK geweest, Jamaica telden wij niet. Jamaica is Reggae Boys, die zijn ook op een WK verschenen. Dat komt omdat zij ook het belang zien. Ze zien het belang in van diaspora. Dus zij nemen mensen met Jamaicaanse of Trinidadiaanse roots die in grotere en betere competities spelen. En die worden het allemaal in de selectie opgenomen. En daardoor konden zij zich kwalificeren. Suriname is wat dat betreft heel laat worden. Het is al jaren zo dat spelers met roots, die met een bepaalde afkomst, die mogen kiezen. Suriname kan sowieso een groot mag worden in de CONCACAF. We waren al in een groot mag voor mijn tijd, hoor, in die tijd van volgens de overlevering, in die tijd van André Kamperveen. Zelf nog een foto, iconische foto van een Suriname team, Suriname elftal, met de Suriname vlag op de borst. Ik dacht een wit shirt, dat stond Miller op, Zibeda, ik weet niet, Errol, De Mees, Ollenberg. Ik moet die foto zien, maar dat was in die tijd dat Suriname toen al progressie maakte en heel goed meedeed en tegenstand. En gewoon de baas was in de CONCACAF. Dus ik geloof Bribi Lekseremant dat hij de winnaar krijgt. Ik denk dat ze dan iets gaat doen in de CONCACAF. Zoals in elkaar komt, zeker. Dat geloof ik wel. Frans Pinas, Wansara Namang, Sa Epo Turoko, Natrasena Radio Stafaste en Amasa Baltori ook toe. Want Amang Kip Jagi, Robin Hood onder andere en ook toe Nacho Jeugd, Amang Bede. Wij zijn gekomen aan het einde van deze editie van de Nacho Dream Journal. Maar voor Soetapu, zaterdag 4 juni, we pleiden naar Aruba Ja. In Sernang, Kotan Power Nacho, want apply dat om win ook toe. En 8 juni tegen Canada, dat ode wan falk bigi plegi unu, omdat Doro atra ronde en winstva tek den punt. Dus Kotan Power Sernang, Kotan share den vraag dat op social media en Kotan ook toe. De power des Renamang zal de intra kondre omdat wan nasi na wan fraga, wan kondre, wan nacho. En zo ben ik gekomen aan het einde van deze aflevering van de Nacho Dream Journal, powered by Heineken 0,0 naar Telesuur. Eigenlijk is naar de kleur voor Aruba, maar nou, het idee naar Telesuur. Een fijne avond, tot de volgende keer. We mogen niet klagen, het is lekker weer. Zon schijnt. Nee opa, zon schijnt. Het is gewoon lekker, geen winter. Het is warm. Ja opa. 5-0 opa. 4-0.